Ja, het ging sowieso twee kanten op, vond ik. Iedereen heeft kansen gekregen. Ik vond toch Sint-Niklaas de eerste 15 minuten dat ze ons een beetje verrast. Nadien vond ik toch dat we overwicht hadden. Moesten wel zelf de kansen afgemaakt hebben, juist het einde voor de eerste helft. Maar ja, als je kansen niet afmaakt, kun je ook niet winnen. De tweede helft komt wel goed in de kleedkamer. Maar dan heeft Sint-Niklaas toch het laatste kwartier de kansen wel afgemaakt en zo win je wedstrijd. Jullie speelden wel heel hoog. Dat gaf natuurlijk wel de mogelijkheden voor Sint-Niklaas om daar iets van te maken. Tuurlijk, onze tactiek is ook altijd om een beetje druk te zetten. Natuurlijk, Sint-Niklaas heeft veel snelheid, wisten we van hun counter aanvallen. Maar toch houden we toch altijd van om van voetbal te spelen en niet terug te zakken. Dat is onze tactiek, daar wijken we ook niet vanaf. Zoals ik ook al zeg, wij moesten gewoon de kansen afgemaakt hebben. En dan konden wij winnen, maar het is niet gebeurd. Sterke thuisdoelman, bijna 40 jaar, maar hij stond je in juli weg, hè? Ja, ik ga zeggen, hij heeft een super actie gemaakt op onze spits. Jo, als hij daar niet tussen gekomen was, denk ik dat hij een heel andere wedstrijd geweest is. Hij heeft denk ik drie keer de meubel gered voor Sint-Niklaas. En dat is wel belangrijk, dat zijn cruciale momenten. En dan wordt het toch nog 2-1, een beetje onverwacht misschien. En dan is het ja, alles of niks, hè? Tuurlijk, dan is een voetbalterm als 2-1 wordt, meten wij alles nog eens vooruit. Dan zie je ook Sint-Niklaas heeft ook nog kansen gekregen. Moeten we gewoon blijven vooruit duwen. Maar het is jammer, ik vond een leuke wedstrijd. Ging van op en af, beide kanten. Het was wel pittig en leuk.